Hoi. Mag ik even zeggen dat ik groot fan van jullie ben? Goed zo. Ik luister er nu toevallig naar. Ah, dat is mooi. Ontzettend leuk. Ja, oké. Okay. Ik ga er altijd naar uit. Nou, leuk om te horen. Ja. Veel plezier. Jo, dag. Ik weet niet of het te horen was, maar er was een meneer op een fiets en die is naar de podcast aan het luisteren. Ja, die had een oortje in. Ja. Ja. Zo'n Apple-oortje. Is ook niet goedkoop, die Apple-oortjes. Nee, dat klopt. Maar het is leuk dat hij hier geleidelijk aan kan zich dan een menigte ja. vormen. Ja. Het van Rossum, kunt u mij horen? Even kijken, dan zijn er nog een aantal mensen die gereageerd heeft op de vakantieuitspraken. En die delen allemaal plekken waar ze geweest zijn. Zeeland wordt hier gezegd, is mooi. Corsica, mooi eiland. Kaapverdië, ik blijf thuis, zegt Rita Doppler. Martijn is in Zwitserland geweest. Nou, dat gaat even zo verder. Dus er zijn niet iedereen blijft thuis. Er zijn veel mensen die... Ik verbied ze niet om op reis te gaan. Ik confronteer ze met het feit dat het op reis gaan in het algemeen onder de huidige omstandigheden buitengewoon onaangenaam is. Ja. We denken in het bijzonder aan vliegvakanties. Waar dan ook maar naartoe. Als het even kan, ga dan met de trein. Dan heeft u ook veel meer een reiservaring. Als u dan toch zo nodig ergens naartoe wil gaan met de trein. Vrijwel alle min of meer voor de hand liggende Europese bestemmingen zijn met de trein redelijk te bereiken. U kunt naar Berlijn, u kunt naar Parijs. Wenen is wel een hele eind, maar Wenen is met de trein ook goed te doen. Praag, idem, dit. Nou ja, kortom, dat kan. Er is zelfs een nachttrein naar Praag gestart, als ik het wel heb. Dus daar kunt u al een verstandig begin maken. Ga dan naar niet. Nou ja. U moet dat in principe zelf aan. Ik ben er niet tegen dat u met vakantie gaat. Ik heb alleen voorgesteld hoeveel makkelijker, rustiger, stresslozer een eenvoudige vakantie in Nederland is. Ik weet niet of het u ooit is opgevallen, maar in Nederland is het in principe het wegenstelsel veel beter dan in andere landen. Ook in het Roergebied is het wegenstelsel waardeloos slecht, kan ik u verzekeren. He, dus dat is al een voordeel. In Nederland wordt Nederlands gesproken. Ik weet niet of, nou ja, er zijn enkele delen van het land waar dat niet zo is. Maar goed, in principe wordt er in Nederland Nederlands gesproken. En het klimaat is zeker zomers veel aantrekkelijker dan in grote delen van Zuid-Europa. Maar goed, het is alleen een advies. Ik schrijf niet voor. Ik heb geen partij opgericht om vakanties te verbieden. Ik ben niet van plan om iedereen aan de grens aan te houden om weer terug naar huis te sturen. Nee, helemaal niet. Vrijheid, blijheid. Ook als u naar die zo'n stomme vliegvakantie in Antalya wil, dan mag het van mij. Er wordt nu ook gewerkt aan een treinreis naar Barcelona, hè, vanuit Amsterdam. Ja, dat is een van de problemen. Dat had iemand toch uitgezocht. Dat als je met de trein naar Barcelona ging, duurde het 2 dagen of zo. Het kostte honderden euro's. Je moest weet ik hoe vaak overstappen. En met het vliegtuig is het, wat zal het zijn, 46 euro of zo. Ja, enkele reis, stelt niks voor. En een uurtje, denk ik? Nee, het is wel 1,5 uur vliegen, denk ik toch. Zou het, nee, ja, Rome is iets verder, denk ik. Ja, zeker een dik uur, als dat niet meer is. En Londen is al 40 minuten ongeveer. Ja. En dat is al zo'n vlucht dat je... Je stijgt op en dan, als je op het hoogste punt is, begint je ook weer te dalen. Ja. Ik zat gisteren even naar Railway te kijken. Dat was een treinreis door Taiwan. Ik gun iedereen een treinreis door Taiwan. En vooral natuurlijk omdat het oosten van Taiwan is heel bergachtig. En waarschijnlijk heel aantrekkelijk om te zien dus. Ja, er was ook nog een gedeelte wat stamde uit de Japanse tijd van stations en dergelijke. Dat zou me niet verbazen, nee. Taiwan is natuurlijk heel lang Japans bezit geweest. In 1945 is het pas weer zelfstandig geworden. Toen is het heel snel veroverd door die Chinese nationalisten die de burgeroorlog van de communisten hadden verloren. Ja. Dus toen werd Chiang Kai-shek daar de baas. Er is ook zo'n dame, Aniek Mone heet zij, en zij heeft uitgezocht. Ze heeft volgens mij afgelopen zomer een reis door Europa gemaakt met de trein. En zij deelt ergens op een website of zo, deelt ze heel veel informatie over hoe je dat kunt doen. En waar je kaartjes kunt kopen. Dat vind ik een ontzettend leuk idee. Ja. Dan zal ik eens kijken, hoe heet die website? Ja, zij is van de jonge klimaatbeweging. Aniek Mone heet zij. Volgens mij op haar persoonlijke website staat. Mone met 1 O of 2 O's? Dubbel O. Mone, oké. Ja. Dan hebben we Fred Verhoeven, die reageert op het gesprek wat we hadden over... Sophie Hermans, wat is volgens Maarten een goede politicus? Ik vind Segers wel een goede.
Niet met alle ChristenUnie-standpunten eens overigens, maar ik vind Zegers het goed doen. De vraag is dus, wie vind jij een goede politicus? Je hebt wel eens Wouter Koolmees genoemd, maar die is nu niet meer actief in de... Nee, die vond er niks aan, Wouter Koolmees. Ik dacht juist, god, dat is nou iemand die niet voortdurend heigerig rondrent, die niet geen popiopie meningen verkondigt, die bovendien zijn zaken goed kent, omdat hij een hoge functie heeft gehad bij het ministerie van Financiën. Ja, wie vind ik een goede politicus? Laten we daar maar eens even een tijdje over nadenken wie ik een goede politicus vind. Oké. Mensen reageren ook nog eventjes op het verhaal over de banken. Ze hebben nog een paar tips voor jou. ASN wordt vaak genoemd, moet ik zeggen, onder luisteraars. Daar zijn ze zeer tevreden over. ASN zet ook volop in op het klimaat en de natuur. Mensen zijn kritisch op ING, zijn ze niet tevreden mee. En Triodos schijnt ook een absolute ramp te zijn, zegt in ieder geval Westfalia 5. Ze houden al jaren geld vast in certificaten, in een soort van fonds. En ze bouwen ondertussen hele dure kantoren. Dat is wat we daarover horen. Daar heb ik me nooit in verdiept, moet ik je zeggen. Maar ik ben nu bij de... Nou ja, dat hebben we het over gehad. En ik, eerlijk gezegd, ik moet eerst even nietsen. Oké. Een allergische reactie waarschijnlijk. Maar goed. Geen hooikoorts. Ik ben te moe en te oud om nog te vertrekken bij de twee banken waar ik ongelukkigerwijze mee geassocieerd ben. Namelijk Van Lanschot en de ING. Het zij zo. Ja. Ik vind die betaal-app wel handig, eerlijk gezegd. Van? De ING. Ja, ja. Even kijken, dan hebben we hier nog, naar aanleiding van de Battle of Britain, zijn nog een paar mensen die zeggen van dit zijn misschien ook nog interessante onderwerpen om eens te bespreken. De 18e eeuw, de periode na de Gouden Eeuw tot Napoleon. Dat wordt doorgegeven door meneer of mevrouw Rudelsheim. Het lijkt mij leuk om eens wat te horen over The Trail of Tears. Het is naar mijn gevoel een redelijk vergeten onderwerp in Amerika. Trail of Tears? De Amerikaanse geschiedenis, Ritchie zegt dat. Welke trail is dat precies? Hij zegt dat het is vergeten. Ontsnapte slaven of zo? Of? Moeten we even opzoeken. De slag bij Newport. Ja, dat is wel lollig natuurlijk. 1600 slag bij Newport. Het heeft allemaal hele vervelende gevolgen gehad, die slag bij Newport. Maar we zouden nog iets doen aan de Koreaanse oorlog. Oh ja, dat moeten we de volgende keer dan doen. Ja, ja, en want de volgende keer, dat kan nog net, maar niet op zaterdag. Okay. Omdat ik nu net gehoord heb dat ik op zaterdag 2... Hoi. Hoi. Mag ik even zeggen dat ik groot fan van jullie ben? Goed zo. Ik luister er nu toevallig naar. Ah, dat is mooi. Ontzettend leuk. Ja? Oké. Nou, leuk om te horen. Ja. Veel plezier. Jo, dag. Ik weet niet of het te horen was, maar er was een meneer op een fiets en die is naar de podcast aan het luisteren. Ja, die had een oortje in. Ja. Ja. Zo'n Apple-oortje. Is ook niet goedkoop, die Apple-oortjes. Nee, dat klopt. Maar het is leuk dat hij hier geleidelijk aan kan zich dan een menigte ja. vormen. Ja. Dan heb ik nog één vraag van Wietske Seidsma. Als je dat uitspreekt als een ei-klank, want soms hoor je, heb je ook Feike Siebesma van DSM. Ja, dat is denk ik ook Feike Siebesma. Ja, Siebesma. Of Wietske Siebesma. Dat zijn Friese namen toch, waarbij ja. die lange ei al gauw een i is. Precies. Het gaat over het homohuwelijk en de anticonceptie in Amerika. Die schijnen nu op het wensenlijstje van het Hoge Rechtshof te staan. Ik zou van Maarten wel een college willen hebben hoe het in de USA zo gekomen is dat de politiek zo'n zware invloed heeft op de rechtelijke benoemingen. Dus dat is nog een idee wat we eens een keer kunnen... Nou ja, de rechtelijke benoemingen zijn, de president draagt voor en de Senaat keurt goed. Ja. Dus het is een puur politieke benoeming. Ja. Ja. Hoe is het trouwens met de slimste? Staat het allemaal erop? Alles staat erop. Kijk. Gisteren de finale gehad. Kijk, dus dat is mooi. Dat wil ja, ze het is een heel spectaculaire finale. Ja. Ik ben alles vergeten verder, maar het was ja, een heel spectaculaire finale. Dat snap ik, ja. Die kunnen de mensen denk ik bekijken, weet ik veel, ergens, niet begin september, maar in de laatste dag van augustus of zo. Ja, ja. Ja, het was een leuk seizoen opnieuw. Het waren er twee, hè, in principe. Ja, er twee, want we hebben ook voor de Stars hebben we ook nog een apart seizoenetje gedraaid. Ja. En daar kunnen ze dan, maar dat wordt gestreamd, dat is dus niet precies. In de normale programmaformule. Ja. Dat moet je in de stream bekijken. En de beeld en geluid heeft ons nog gevraagd hè, voor die podcast. Ja, dat zag ik. Daar was ik wel mee in mijn lopjes. Dat ik daar vast voor geleg. Alsof ik een belangrijk historisch document heb geproduceerd. Het is ook de eerste podcast die ze dus gaan vastleggen in beeld en geluid. Dat is wonderbaarlijk. Ja. Hoeveel hebben we er nu gemaakt? Geen idee.
Ik ben de tel kwijt ergens in de 200, denk ik. Ja, maar jij knipt ze op natuurlijk. Ja, ze worden nu de frequenties wat hoger. Ja, dat klopt. Want als het nou gaat om momenten dat ik hier iets heb ingesproken, daar zijn we mee begonnen in de zomer van 2020, hè? Ja. Ja, dat zijn geen 200 keer geweest. Dat klopt. 221. Maar dat zal toch ook al heel gauw toch dik boven de 100 zitten. Maar ze gaan alles gewoon van het internet afhalen. En ze slaan het op bij beeld en geluid. En ook nieuwe afleveringen gaan ze er nog bij zetten. En dan wordt het dus opgeslagen voor intern gebruik. Maar ook om vast te leggen voor de geschiedenis, zei die man. Ruurt heette die. En hij vond het wel leuk als het nou... Ze gaan dat eerst allemaal archiveren. Dus dat gaan ze in de zomer doen. Als het dan officieel was, vonden ze het wel leuk om eventjes dat jij daar op een knop kon drukken dat het officieel gelanceerd wordt. Okay. Dan maken ze er een fotootje van en dan wordt er een persmomentje van gemaakt. Een persmomentje, ja. Of een persbericht sturen ze dan of zo. Waarbij nog eens nader onderstreept wordt hoezeer deze podcast van enorme historische betekenis is. Dat waarschijnlijk over 100 jaar staan we allemaal tot ons met onze knieën in het water. Over 100 jaar dat dan nog naar de podcast zal worden geluisterd. Ja, dan wordt dit opgeslagen. Maar daar ligt dus ook, ja, jij bent daar wel eens geweest, toch? Wat ligt daar ook van de tv? Zeker, ik heb een vrij uitgebreide opname gemaakt samen met Emma Wortelboer in beeld en geluid. Oké. Okay. We zijn er nog van hot naar haar gewandeld daarboven. Het is een heel groot ding. Ja, gangensysteem en zo. En we geluisterd naar, ze zaten daar zo ook weer iets, een belangrijke zaak te archiveren. Dat ging over de moord op Kennedy, als ik het me goed herinner. Ja, dat ligt allemaal opgeslagen. En voor de mensen die de Top 2000 Café zit, volgens mij ook daar, ieder jaar. Juist, ervoor dat het beeld en geluid ergens in de loop van de komende decennia door een kruisraket getroffen wordt. Is dat wel, staat wel in de is cloud. Dat wel gezekerd, denk je? Ik denk dat het in de cloud deels wel staat. Dat vermoed ik. Ja, je weet, de cloud is niet die wolkenbond. Dat is een lollige metafoor. Nee. Maar de cloud is gewoon een servercenter ergens. Ja, maar als het goed geregeld hebben, staat het nooit op de plek van het bedrijf zelf. Staat het altijd op een andere plek die niet bekend is. Ja, ik heb nog eens gelezen dat die cloud van Apple gewoon een of andere ergens in South Carolina een gigantisch servercenter staat. Waar ze die bollen op slaan. Ja, maar niet waar Apple kantoor ook zit, denk ik. Nee, want dat is een Cupertino. Nee. Dat is ook een heel speciaal prachtig gebouw, toch? Die wonderlijke vliegende schotel. Die we van ze hopen dat die ooit natuurlijk ineens opstijgt. Ja. Maar even voor beeld en geluid, zij hebben ons benaderd. Hè? We hebben niet gebeld van, kunnen jullie dat op gaan slaan? Zij belden ons. Nee, ik was blij verrast. Ik vond, ja, je bent als historicus ben je altijd blij dat er gearchiveerd wordt, sowieso. Ja. Laat staan dat je zelf gearchiveerd wordt. Dat is ook hartstikke mooi. Ja. Nou, ik vroeg ook, dat hadden wij samen gearchiveerd worden. Heb je nog andere podcast gevraagd? En toen zei hij, hij had al wel een paar andere. Hoe noemde hij nou? Paulien. Die schrijfster, die had hij ook gevraagd, maar had hij nog geen reactie. Paulien Cornelissen. Ja, die had hij ook gevraagd. Maar die had hij nog geen reactie. Of die hadden wel gereageerd van positief, maar nog niet de verdere stappen. Maar hij zei, dit was de allereerste die ze dus gaan vastleggen. Dus dat is leuk. Ja, ik juich het van harte toe. Oké. Okay. Hoef het er nu ook niet zelf te doen, toch? Ik heb altijd bellen van. Precies. Ze kunnen hebben jullie aflevering, weet ik, verweld. Ja. Ja. Heb je wel gezegd als we onder de 10 zakken, dat we er dan mee stoppen? Dat, volgens mij luisterde hij, dus dat heeft hij waarschijnlijk gehoord. Dus, Oké. Nou, dan zoeken want we. Als je natuurlijk gearchiveerd wordt, dan kun je nooit meer ophouden eigenlijk. Hè? Nee. Het moet een continue historische stroom worden, als het ware. Ja, of je herhaalt het weer. Dat kan ook, dat je dat dingen weer uithaalt. Dan was het ook weer een eeuwig stroomtedom of zo. Hè? Dat zo. Ja, ja, ja. Nou weer. Zuigt zo'n monster voorbij, zeg. Het is ongelooflijk. Een oude fossiele auto. Ja. We hebben gezoomd met die ontzettend leuke, jonge, vrouwelijke paleontologen. Uit Zweden. Ja, precies. Die ook laatst bij Bo zat met dat paarse haar, zal ik maar even zeggen. Maar ook met twee hele leuke, één Engelstalige uit Glasgow. Dat was namelijk een heel interessante paleontologe die zich bezighoudt met zoogdieren in de tijd van de dino's. He, dat waren toen een soort hamsterachtige wezentjes. Ja. He, maar die uiteindelijk natuurlijk toch heel succesvol zijn geworden. En we hebben ook gezoomd volgens mij met een Nederlandse paleontologe die ergens in Amerika zat. Ja. Want die wereld van die paleontologen, dat is gewoon een volledig mondiaal systeem. He. Je kunt overal aangesteld worden als postdoc-onderzoeker. Als je een beetje lolle voorstellen hebt, en dan kun je daar aan de slag. Ja,
En ze zitten overal ter wereld, omdat daar toevallig de interesse ontstaat bij zo iemand? Interesse, of er is een department aan de universiteit. Ze zijn meestal aan de universiteit verbonden, wat dat onderdeel van de paleontologie, want ja, vergeet niet, de paleontologie is natuurlijk een gigantisch studiegebied, ja, waarvan de dino's maar een klein onderdeel zijn uiteindelijk. Ja, ze zijn wel heel populair, de dino's, hè? Ik zag gisteren... Ja, de dino's, daar gaan wij ook wel aandacht aan besteden in de Verenigde Staten. Laten we zeggen, de wonderlijke populariteit van dino's in de popular culture, zoals dat heet. Ja. Dus een dino die op zo'n hamburgerhuis staat en dino's in speeltuinen die brullende geluiden maken. En, ja, maar dit type Jurassic Park, het beste voorbeeld natuurlijk. Ja. Want de hele interesse in dino's is natuurlijk enorm gestimuleerd door Jurassic Park. Ja. Maar ik sprak gisteren iemand die ging naar een feestje en die ging verkleden als dino. Dus dan zie je toch dat wel dat het weer een beetje terugkomt. Ja, met twee van die hele kleine armen. Ja, een heel onhandig pak had hij aan. Ja, dat geloof ik graag. En heel groot, daar kon hij niet veel in zien. Ja. Dus, verkleed als dino. Ik werd nog eens met mijn moeder toevallig verkeerd gestuurd. We waren ook in Canada geland vanwege een reis naar Amerika. Montreal was dichterbij de familie dan wanneer ik op JFK was aangekomen vandaar. En wij werden verkeerd geleid daar en toen waren wij in een afdeling voor immigranten terechtgekomen. Dus ja, waar ook zo'n man stond te bewaken. Ik zei, meneer, wij zijn helemaal geen immigranten. Ja, ja, maar dat kon ik nou wel zeggen. Ik zei, meneer, ik kan u verzekeren, wij zijn twee Nederlanders, mijn moeder en ik. En de laatste wens die wij in deze wereld koesteren is te emigreren naar Canada. Vanwege het afschuwelijke klimaat. Niet waar? En het feit dat we dol zijn op Nederland. Nou, hij was diep gekwetst. Maar goed, heeft ons wel laten gaan. Die immigranten werden helemaal niet gezellig behandeld, kan ik je verzekeren. We kwamen een soort barakje terecht. Het was, nou ja, je denkt, potverdrie, je hoeft dus maar even linksaf iets een verkeerde afslag te nemen. En je komt in deze zonderlinge wereld van de immigranten terecht. Ja. Hoe groot is dat team eigenlijk? Nou, fors. Een camerateam? Ja, de camera, geluidsman, de regisseur, Gijs en ik vanzelfsprekend. Ik neem aan dat er nog van die regeldames meegaan, ook. Ik weet niet hoeveel, 1 of 2 schat ik, want ja, de zaak moet op de rails blijven lopen natuurlijk. Ja. Auto's huren, je weet, dat is een enorme poppenkast. Ja, dat ook, ga je ook, niet doen. Met de familie in Nederland was al een hele poppenkast, dus laat staan daar. Ja. Ik was eerder geweest met de EO naar Amerika voor 2 reportagereizen. En dat was een vrij omvangrijk gezelschap. Was dat toen met die bus waar jouw hoofd op stond? Ja, met die meesterlijke bus, ja. Mr. Verrossen for President. Maar die bus die hebben ze daar ergens laten bestikkeren en gehuurd of zo? Ja, sterker nog, die bus, de beschildering van de bus aan de buitenkant gaf de indruk dat wij de hele reis hadden gemaakt van de oostkust naar de westkust. Maar het was in werkelijkheid niet het geval. We hadden eerst een stukje in het oosten opgenomen en hebben later een stukje in het westen opgenomen. Dus die bus is 2 keer bestikkerd. Oh, kijk. Ja. Het kostte wel, begreep ik, de bestikkering kostte $5,000, als ik het goed begrepen heb. Per keer? Per keer, ja. Dus dat was al een vrij forse investering. Maar het was een gouden idee. Het was vooral ook niet mijn idee, het was een gouden idee van 2 van die kwartiermakers die ze vooruit hadden gestuurd. Kijk eens wat er te doen is, wat zijn leuke dingen om aandacht aan te besteden. Dan moest je toch ook nog in zo'n open auto staan zwaaien? Ja, zeker. En dan was dan een Fiat 500, notabene in Springfield. Ja, Springfield ligt in Illinois. Maar Illinois wordt natuurlijk sterk gedomineerd door Chicago, waardoor het eigenlijk een hele democratische staat is, maar de hele rest is zo republikeins als de pest. Dus ik weet nog wel dat we arriveerden in Springfield en ik heb wel een ziekelijke neiging om boekwinkels te bezoeken. En ik zag al snel uit de auto dat er een hartstikke reusachtige boekwinkel was in Springfield. Ja, dat is wat. Ik ga hier toch eens even kijken. Leuk, het oog ook een beetje ouderwets en zo. Dus ik naar die boekwinkel, bleken ze alleen christelijke boeken te verkopen. Oh, er waren nog een paar bestsellers lagen bij de deur op zo'n tafeltje met de hele rest. Ging over het christelijk geloof. Daar zit je ook niet op te wachten dan. Ja, Abe Lincoln kwam uit Springfield. Kijk. Dat is ook wel interessant bij het Amerikaanse platteland. Dan als je daar dan in zo'n stadje komt. Dat er de Springfield Courier, of nou, hoe die krant daar mogen heten, uitgebreide aandacht aan ons bezoek heeft besteed. Er staat nog een foto in van mij sprekend met Abraham Lincoln.
Het was een impersonator die het echt goed deed. Grappig, ja. Ja, grap is wel het woord. Ja. Ja, het was een komische ervaring in allerlei opzichten. Ja. Oké. Okay, nou dat was ook 41 graden in de schaduw, ik zeg het er maar ja, even bij. Ja, dat is afschuwelijk, ja. Dat klopt. Dan hebben we het hier beter. Dat het ook niet al te warm is, want het, die eerste trip daarin was wel zo ontzettend. Echt een echte hittegolf in Amerika is geen lolletje. Dat zeg ik qua geest. Er is overigens al direct een historisch probleem hier, namelijk is het nationaal socialisme wel een vorm van het fascisme? Maarten van Rossum over Hitler. Door tal van mensen is dat betwijfeld. Die zeggen, nou ja, als je dat goed bekijkt, dan moet je toch constateren dat dat nationaal socialisme, dat is veel dynamischer dan al die andere fascistische bewegingen. Het is gewelddadiger, het is gevaarlijker. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.